In het kader van World Cleanup Day bracht minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken een bezoek aan de binnenstad van Paramaribo. Hij gaf desgevraagd te kennen dat hij op hetzelfde tijdstip door verschillende organisaties was uitgenodigd, maar niet overal aanwezig kon zijn. De bewindsman ging in op de schoonmaakwerkzaamheden, uitgevoerd door zijn ministerie. Naast verbodsborden zijn de plekken voorzien van nieuwe planten. Vandaag geef ik als eerste prioriteit aan ons eigen ministerie, waar ik dan als eerste mag zijn, Openbaar Groen, met de buurt, etc. En waarom is deze dag belangrijk? Kijk, ik heb het net gezegd, we leven in een land waar we afhankelijk zijn van de wereld. Het klimaat verandert, afval dat gedumpt wordt in de natuur neemt alleen maar toe. We willen recyclen, we willen gescheiden vuil doen, maar het is nog steeds te veel. Het klimaat neemt zo snel toe, al planten we nu honderden bomen, het gaat niet genoeg zijn. Dus dat is de hoofdreden dat we één het goede voorbeeld geven om toch meer groenvoorzieningen in Paramaribo, in de stad, in alle districten te behouden, te onderhouden. Het is ook gewoon mooi en we leveren een bijdrage. Het maakt de stad ook heel aantrekkelijk voor kinderen, voor de toeristen, etc. En het tweede ding is, als je groen hebt, dan ben je minder geneigd afval zomaar zo te gooien. Dus afval, het onderhouden van de wegen, het schoonhouden van onze straat, van de berm, is ook belangrijk. De OW-minister doet een beroep op het bedrijfsleven om dit soort onderhoudsbeurten op zich te nemen, zodat het ministerie zich voortaan op andere belangrijke zaken kan concentreren die ook prioriteit genieten, als ook spoedig aangepakt moeten worden. We zien dat in de Paramaribo het ministerie wel goed werk verricht, maar er zijn nog heel veel instanties waar het heel slecht is. Dus ik wil met dit staat zijn aandacht vragen voor het bedrijfsleven om wat hier in de stad gebeurt over te nemen van ons. Want dan kan ik de aandacht gaan besteden aan ziekenhuizen, aan scholen die het niet hebben, die het niet kunnen, waar de jongeren en de ouderen zijn. Toch? Dus dat is de mindshift die ik wil brengen en daarom ben ik vandaag hier. Om die oproep te doen aan het bedrijfsleven dat ik binnenkort kom in de stad. Om die mindshift te brengen dat men gaat overnemen. Volgens Sherida Monko, hoofd straatonderhoudsdienst bij het directoraat Openbaar Groen, zijn specifieke locaties uitgekozen om op Wereldmilieudag schoonmaakacties te houden. Er zijn enkele illegale vuilstortplaatsen in de binnenstad van Paramaribo die al jaren worden bevuild. We hebben specifieke locaties vandaag genomen in verband met Wereldmilieudag. Hebben we dan specifieke locaties genomen vandaag om schoon te maken. Hier is een van onze illegale vuilstortplaatsen die al jaren bevuild wordt. Ik weet niet of het komt door buurtbewoners of door bedrijven, die omliggende bedrijven. We weten het niet, maar we willen het voorbeeld wederom geven aan de samenleving hoe het moet. Hoe het was en dan gaan we ze wijzen hoe het nu moet. En dan gaan we hier een beetje beplanten. En dan in het vervolg, in de komende week, denk ik dat we dan een bord gaan plaatsen met telefoonnummer. Daarop kunnen ze denk ik bellen of appen. En in geval ze misschien een auto zien of wie dan ook, dat ze een foto opsturen voor ons. Dat is de bedoeling. De afdeling kampt al geruime tijd met defecte equipment, maar moet volroeien met de riemen die zij heeft. Monko vraagt aandacht van de regering voor dit probleem, omdat de machines en vrachtvoertuigen jaren niet zijn onderhouden. We moeten roeien met de riemen die we hebben. En dat doen we al jaren. We moeten soms toveren, maar ten einde laat die toverstok van ons ook kapot. Ik denk dat het door slecht onderhoud komt dat onze machines denk ik defect raken. Ik denk dat een machine, een tractor of een pick-up bijvoorbeeld, een levensduur heeft. Ik denk daar volgens mij, ik ben niet technisch hoor wat dat betreft, maar ik denk volgens mij om de 3 maanden moet je dat servicen. En dat we moeten eerlijk zijn, het wordt niet op tijd gedaan. Het wordt niet op tijd gedaan omdat ik het zelf ook heb meegemaakt met mijn eigen dienstvervoer. Op
19 september 1762, precies 258 jaar geleden, tekenden de Saramakaners, de Samaka, een definitief vredesverdrag met het bestuur van de toen nog Nederlandse kolonie Suriname. Om deze dag op een waardige wijze te blijven herdenken, werd er volgens traditie op zaterdag 19 september jongsleden een plengoffer gegoten. Wij hebben vandaag onze traditionele plengoffer gehad, dus de Tuewata. En dat heeft zich vandaag voltrokken met dignitarissen, kapiteins en vertegenwoordigers van de regering. Deze metaki, dat wil zeggen, als je jezelf niet als Saramakaanse voelt, gaat niemand dat voor je voelen. Imusu Samaka is zee en dat is seis. S-Y-S. Samaka you say, besembe Samaka you. We hebben een geschiedenis. De Saramakaners die zijn voor een groot deel aan de boven Suriname, dat gebied vanuit Brokopondo richting boven Suriname. En we zien dat er heel veel nog te doen is binnen die gemeenschappen. In het Brokopondo-gebied bijvoorbeeld kijken we naar onderwijs. Kijk, de toegang tot de grote wereld is een beetje vergemakkelijk. De wegen zijn, dus de ontsluiting die is er, maar je moet er nuttig gebruik van maken. En onderwijs is een van de essentiële zaken die we nodig hebben. Willen we een mooi volk hebben in de toekomst? Willen we zekerheden hebben over de situaties in het land op allerlei gebieden? En daar moeten we nog meer gaan investeren. En daarnaast moeten we ervoor zorgen, ook als gezag, samen met de centrale overheid, dat ondernemerschap gestimuleerd wordt. Het ondernemerschap moet bevorderen dat wij niet te veel afhankelijk zijn van Paramaribo of van andere locaties waar, weet je, waar alles, zeg maar, een normaal leven leidt. Wij zouden ook in ons eigen gebied, Brokopondo, een centrum hebben waar je van alles, waar alles bereikbaar is voor de gemeenschappen daar. Want het kost heel veel geld om iedere keer weer naar de stad te komen voor alles wat je nodig hebt. Onder de aanwezigen bevonden zich verder de heren Wensley Misijan en Iwan Wijngaarden, als ook vertegenwoordigers van het traditioneel gezag en de regering van Suriname. Minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport heeft onlangs een bezoek gebracht aan twee gebieden in de district Sipaliwini. Bij deze gaat het om Pusugrunu en Nieuw Jacob Kondre. In beide gevallen was er sprake van een warm onthaal, waarna de kennismaking en nodige kroetoes gehouden werden. Aan het eind van de trip gaf de bewindsvrouw aan hoe belangrijk het bezoek uiteindelijk was. In ieder geval ben ik positief over het bezoek en we hebben dus breedvoerig kunnen praten met de gemeenschap. En er was, als er miscommunicaties waren in het gebied, denk ik dat het in ieder geval uit de wereld is geholpen. En dus ik wil kort zeggen dat het positief was. Bij dit bezoek stonden centraal de kroetoes, waar er kennis gemaakt werd en zaken die in de gebieden spelen naar voren werden gebracht door het traditioneel gezag. Volgens minister Emanuel is het enorm belangrijk om de band met de gezagdragers te starten met een heel goede samenwerking. De gezagdragers, traditioneel gezag, vallen eigenlijk onder het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. Dus ik denk dat je samen met, er is zelf een directoraat, DOAS, die zich eigenlijk ook bezighoudt met traditioneel gezag in het binnenland. Zowel er is ook één van DOI, directoraat DOI, die zich ook bezighoudt met name gezagdragers van de inheemse. Dus het ministerie heeft ook in het geheel dat van traditioneel gezag.
komt nog bij kijken dat dus de DC's, met name van Sipaliwini, dus waar er traditioneel gezag aanwezig zijn, ook een bepaalde band hebben met het traditioneel gezag. Dus ik denk niet dat er een probleem zal ontstaan met traditioneel gezag. Ze zijn juist dichtbij. Vermeldenswaard is dat de minister een gewezen districtscommissaris van het district is en ook nog de eerste minister uit Sipaliwini. Wat betekent dit voor de bewindsvrouw? Ik ben super trots, ik ben trots. Omdat ik zelf van het gebied ben, ik kom uit het gebied. Ik had dus niet minder verwacht. En ik ben ook blij dat ze me op zo'n manier hebben ontvangen. Het doet me goed, het geeft me meer kracht om verder te gaan. Ook met de andere bevolkingsgroepen die allemaal ook vallen onder het ministerie. Ik ben super trots. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport vindt het enorm belangrijk om gelet op COVID-19 ook een bijdrage te leveren aan de gemeenschappen in de verschillende districten. Voor wat dit aspect betreft is er sprake van een plan van aanpak door het departement en de gezagdragers van de verschillende districten. Het ministerie houdt zich met name meer bezig met voorlichting naar de mensen toe. En we hebben dus geconstateerd, of we weten nu dat er een uitbraak is, met name je hebt boven Suriname, Cabalebo en Coroni. En het is juist de bedoeling dat we dus nu gaan praten met het traditioneel gezag. De informatie gaan doorspelen aan het traditioneel gezag. In de middaguren heb ik straks een ontmoeting met het traditioneel gezag. En ik ga daarover praten. Dat wij ze dus informeren dat er serieus moet gaan kijken. Dat men serieus dat van het virus moet gaan bekijken. En dat men inderdaad de COVID-maatregelen moet gaan gebruiken. Zodat we dus in ieder geval nog een uitbraak of andere uitbraken kunnen voorkomen. En ieder moet het COVID-19 gebeuren in Suriname heel serieus nemen. Op zo'n manier helpt elk individu een handje bij het terugdringen van deze pandemie, die ook Suriname heeft getroffen. Omdat we het voorheen deden via de radio, via de media. En ik heb gezien dat het echt niet heeft gewerkt. Dus ik denk dat we dus met traditioneel gezag, omdat zij eigenlijk hier in het binnenland zijn en zij kunnen het op hun eigen manier verkopen aan de bevolking, dat we dus gaan zitten met de mensen. Dus dit heb ik ook gelijk meegenomen. Het is niet alleen een werkbezoek, maar dat van COVID heb ik gelijk meegenomen. Dan heb ik in plaats dat we dus, want om het binnenland te bereiken, kost ons heel veel. En aangezien ik al hier ben als minister, wil ik dat ook gelijk meenemen. Dus we gaan zo meteen zitten. En dat is een van onze onderwerpen waarover we gaan praten. Om zodat de mensen ook bewust worden gemaakt dat COVID niet alleen in Paramaribo is, maar dat het ook hier is. Dat mensen vanuit Paramaribo, vooral nu het vakantie is, en dat de mensen zich terugtrekken in het binnenland, dat we voorzichtiger moeten gaan met elkaar, dat we niet alleen onszelf beschermen, maar dat we ook onze medemens helpen beschermen. Ik denk dat het op zo'n manier eerder de mensen of de dorpelingen zal bereiken.